Beeldschermwerk is iets dat in iedere organisatie voorkomt. En daarbij zien we toch vaak dezelfde knelpunten terugkomen, zoals werkpostinstelling die niet optimaal is of te langdurig zitten van de medewerkers. Ik ben Bram van de Velde, preventie en ergonomie bij Groep IDW. De wetgeving rond beeldschermwerk die vraagt iedere 5 jaar een risicoanalyse. En die risicoanalyse die zou moeten gebeuren op niveau van het individu en op niveau van de organisatie. Die risicoanalyse die gaat dan peilen naar knelpunten of risicofactoren gerelateerd aan dat beeldschermwerk. Denk aan de werkpost of de werkpostinstelling van stoel, tafel, hardware. Daarnaast items rond beweging, denk aan te veel zitten op één dag, maar ook te lang zitten aan één stuk. Of bijvoorbeeld omgevingsfactoren. Temperatuur, lawaai, verlichting, die een invloed kunnen hebben op dat beeldschermwerk. Vanuit IDW schuiven wij daarbij onze benadering met de OptiDesk tool naar voren. OptiDesk is een online tool die de medewerker kan invullen en waar hij in amper 15 minuten tijd de eigen werkpost gaat beoordelen. Onmiddellijk na dat invullen krijgt die medewerker een individueel rapport en als werkgever krijg je een aantal weken later een groepsrapport waarin heel duidelijk de knelpunten en de positieve punten van je organisatie naar boven komen. Het groepsrapport dat uit OptiDesk komt, dat gaan we vanuit IDW gaan bespreken multidisciplinair in een overleg met de preventieadviseur arbeidsarts, preventieadviseur psychosociale aspecten en de preventieadviseur ergonomie. En vanuit dat multidisciplinair overleg komt er dan een advies, een soort van actieplan waarmee dat de werkgever aan de slag kan gaan de jaren die volgen na de OptiDesk-bevraging. Een van de mogelijke acties zijn 1-op-1 coachings, waarbij dat we individueel met die medewerker aan de slag gaan om die werkpost te gaan optimaliseren. Ook daarvan wordt weer een dashboard opgemaakt, waarbij dat individuele adviezen komen voor die medewerker. Daarnaast gaan we die werkgever ook gaan begeleiden in bijvoorbeeld de aankoopprocedure bij nieuwe materialen, nieuwe hulpmiddelen of rond ontwerp en inrichting van werkposten, van burelen of van gebouwen. Met deze totaalaanpak zorgen we voor gezonde medewerkers, wat ten goede komt voor de productiviteit en de gezondheid van jouw organisatie.